Leuk dat je weer kijkt naar nieuwe Games with Gear, waar Tom en ik elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Deze week hebben we het over een hele bijzondere laptop van MSI, de GE63 Raider RGB. Met nog een aantal subdingen erachter. Ja, de 8RE045NL. Want we wonen in Nederland. Nou, heel goed. Over Nederland gesproken, daar hebben we deze laptop niet getest. Ja, ook wel een deel. Maar er is gewoon Battlefield 5 gespeeld met deze notebook. Op de steppen van het Zweedse platteland. Hè? Op locatie. Op locatie. Jazeker. We hebben gewoon Battlefield 5 gespeeld in de vrieskou in Zweden. Was echt heel erg tof dat we deze notebook mochten meenemen naar DreamHack. Check de beelden nog eventjes. Echt super vet. Superleuk roadtrip voor Tom en ik. Check dat allemaal. Maar Tom, je bent er langer mee aan de slag geweest dan alleen maar dat kleine stukje naar Zweden. Nee, ja, tuurlijk. Die ding moest ik allerlei dingen op testen. De hele tijd door. Het is best wel even geweest sinds DreamHack ook. Jazeker. We hebben sowieso alle content van DreamHack erop geëdit. Ja, nee, dat sowieso. Ja, dat gaat altijd heel lekker. Maar dan weet je ook wel als je een dure laptop koopt. Ja. Ja, in ieder geval niet de duurste, maar in ieder geval een erg goede laptop. Dat wel. Wat zit erin? Waar hebben we het over? Oké, we hebben het sowieso over allereerst een 8e generatie Coffee Lake Intel Core 8750H, dus daar heb je al een hele mooie processor. En omdat het dan de 63 is, daar zit een 6je in. En dat wil zeggen dat er de 1060 videokaart in zit. En je hebt ook de 370, daar zit er de 1070 in. En sterker nog, sinds dat we dit ding hebben, is er ook nog eens een keer een aankondiging geweest dat er ook weer een nieuwe editie komt. Dat is natuurlijk op CES aangekondigd dat er nu ook dezelfde form factor komt, maar dan met een 20 generatie kaart erin. Dus een RTX 2070 of een 2080 of een 2060. En die heet dan weer 63, 73, 83? Dat is dan weer een andere, dan heb je niet 8RE, maar dan heb je weer iets anders achteraan. Nee, goed, anyway, het is met die namen. Het is aardig wat, maar dit specifieke model, dan zit je dus ergens tussen de 1500, 1600 euro te kijken en dan krijg je wel een beest van een laptop voor terug. Dat mag je ook wel verwachten van die prijs natuurlijk. Ja, want de MSI heeft inmiddels een soort van core pakket wat er eigenlijk in al die notebooks zit. En dan hebben we het over de RGB keyboards. Die ook nog eens fijn werken ook. Ja, ja, SteelSeries, gewoon precies. Fatsoenlijke switches. Ja. Jij hebt het over gewoon altijd een dikke videokaart. Ze zien er gewoon 16 strak uit. Gig geheugen ook in dit geval. Je krijgt bijna altijd wel, in ieder geval wel bij die top range, krijg je altijd een M2 SSD die erin zit primair. En dan gewoon vaak een terabyte of, nou ja, als je een duurdere versie hebt, 2 terabyte. Gewoon normale HDD op SATA, weet je wel. Dus er zitten altijd een aantal van die kernwaarden in van MSI. Dat wil eigenlijk altijd zeggen dat je komt nooit tekort. Je komt nooit tekort. Als je daarvoor wil betalen. Als je zo lijp wil gaan, dan geven ze dat. Maar nou is het best wel lang geleden dat wij een notebook hebben behandeld van MSI. Hoe is het nu om weer daarmee te werken en om er vooral mee te gamen? Ja, sowieso als je het hebt over werken. Nou ja, je zegt het al, we hebben er prima op kunnen editen. Je krijgt ook gewoon een mooi scherm erbij. Dat is altijd wel zo. Deze is dan toevallig een Full HD versie met 120 Hz. En 120 Hz is leuk, want in dit geval kun je ook daadwerkelijk wat games ook gewoon in 120 Hz draaien. Kijk, Overwatch gaat er dan bijvoorbeeld op ultra op draaien als je hem gewoon 1920, 1080 wil op 60 Hz. Maar je kunt ook best wel zeggen, met dit geval kun je ook gewoon zeggen van nou dan ga ik op high zitten met Overwatch. Dan kan ik bijvoorbeeld ook gewoon 100 frames per seconde halen. Met een heleboel games zou je dat in wezen gewoon kunnen en dat werkt gewoon prima. Want daar heb je de specs hier gewoon voor. Overwatch draait die prima, Battlefield kon die prima draaien. Battlefield 5! Gewoon ook, sterker nog, dat had wel beter gewerkt als we een turbo mode hadden kunnen zetten met een power adapter. Maar onze handen waren te koud. Ja, en we zaten op de steppen natuurlijk. Dus dat is, hij deed het wel heel goed qua temperatuur daar trouwens. Ja, dat viel me wel op. En het werd ook warmer om ons heen. Ja, dat sowieso wel. Nee, maar dat is sowieso ook een ding. Als je het hebt over koeling en dergelijke, er zijn een aantal dingen die je gewoon weet. Als de MSI-laptop wat dikker wordt, dat zit gewoon altijd prima. Dus in dit geval zit er gewoon hele fraaie koeling in. Dus hij weet gewoon altijd gewoon zijn heat goed te dispersen. En je krijgt natuurlijk gewoon dikke speakers erin. Want sowieso heeft MSI al vaker heeft zeg maar het Giant Speaker label, zoals ze dat dan noemen. Ik wil gewoon zeggen dat ze in de laptop nog steeds gewoon een best wel fatsoenlijke speakerset inbouwen. Deze zijn zelfs 5 keer groter, beloven ze, dan in andere modellen de Giant Speaker het geval was. Okay. Maar je weet gewoon, als er een wat fatsoenlijkere dikte aan laptop is, dan is het geluid ook gewoon heel prima. En dan kan hij zichzelf koel houden. En dat is in dit geval ook weer gewoon waar gebleken. Ja, hij gaat alleen natuurlijk op een gegeven moment wel wat herrie maken. Ja, hij kan iets meer herrie gaan maken. Ja, want dat is met elke notebook. Je hebt gewoon zo weinig ruimte. Je hebt zo weinig ruimte. Die ventilatoren die moeten hard werken. Ik vind het al knap dat hij dan al zo weinig zeg maar, de hitte vast kan houden. Ja, dat hij dan wat luider is ook prima, want je krijgt die speakers om dat te overstemmen. En anders, weet je wel, prik je er een headsetje in en dan ben je lekker aan het gamen. En dan is dat ding misschien wel aan het ronken. Maar daar hoor je dan niks van. Heel veel gamers zweren hierbij met een notebook. En er zijn ook heel veel gamers, ook bezoekers van gamers. Dat weet ik toevallig, PC-bouwers. Voor dit geld kun je een dikke monsterbak kopen. Ja, natuurlijk. PC, dat is altijd een beetje de
Er zijn wat puristen die dan gaan zeggen van, spendeer dat geld in een desktop. Ja. Die hebben we altijd. Maar er zijn echt mensen die hierbij zweren. En dat is natuurlijk omdat je het makkelijk combineert met school, I guess. Ja, je kunt het makkelijk zeggen van, oh, dan heb ik dit ding voor werk en kan ik het meenemen. Maar ik wil er ook op gamen, dus dan ga je al sneller iets meer investeren in bijvoorbeeld zo'n model. Ja, dat krijg je dan ook wel. En dit ding straalt natuurlijk wel uit als je dat wil. Ik ben een gamer. Dat je ook op school of op werk kan zeggen, ik ben een gamer. Want je krijgt natuurlijk, het is de RGB-versie, dus je krijgt niet alleen dat verlichte toetsenbord en de verlichte USB-poorten, maar ook op de achterkant, weet je wel, heb je die vormen, die twee hoeken waarin je dan ook weer allemaal lijpe kleurtjes kan zetten. Ja, voor die prijs kun je dus ook gewoon zeggen, ik ben een gamer. En dan niet alleen de game spelen, maar het ook laten zien aan de wereld. In deze price range is dat tof dat je alle games van nu gewoon kan spelen. Daar hebben we eigenlijk... Er zijn eigenlijk geen games meer die je niet kan spelen op zo'n systeem. Tegenwoordig zijn de meeste games ook gewoon best wel goed geoptimaliseerd in het algemeen. En er zijn ook nog eens tig games die zich best wel richten op zeg maar, dat groeiende gaming laptoplandschap. Want bijvoorbeeld een game zoals een Overwatch, maar bijvoorbeeld ook gewoon The Sims kun je heel makkelijk draaien op bepaalde laptops. Er zijn natuurlijk tig indie games tegenwoordig die iets minder zwaar zijn, maar wel heel mooi kunnen zijn. En dan zitten we wel eens te bashen op de console gamers, maar dat komt allemaal omdat de console generatie al zo lang duurt, waardoor de techniek iets wat minder snel meegaat. En de games ook niet daarop worden gebouwd. Nee. Ja, precies. Dus maar daarom is het allemaal lekker. Ja, iedereen kan het spelen. Ja, over het algemeen wel. Als je PC-game een beetje fatsoenlijk geoptimaliseerd is, weet je tegenwoordig dat je met zo'n laptop in ieder geval ook altijd prima gewoon uit het ijs beslagen komt met dit soort specs voor die prijs. Goed beslagen ten ijs. Goed beslagen ten ijs komt. Goed, dankjewel. Als je echt alles wil weten, komt er een geschreven review. Ja, we kunnen anders ook nog wel meer benchmarks erin gooien. Oh, wat leuk. Benchmarks, geschreven reviews. Je kan het allemaal checken op gamersnet.nl. En alsjeblieft, als je het nog niet gezien hebt, onze route naar Dreamhacker staat hier helemaal onderaan. Want het was wel weer een droompje wat uitkwam. Ja, het was een droom die we hackten. Ja, die... Wow. What the fuck? Ik wil stoppen. Ja. Het was heel leuk. Bekijk de droom die wij hackten in Jönköping in Zweden, ook in de link hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Gamersnet keer. Doei. Doei. Dat is iets mannelijk. Ja, ik was goed.